Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de eerste Uien Talkshow georganiseerd door Hazera. We gaan vandaag dieper in op de uienmarkt. En dat doen we samen met Cheyenne Wiskerke van Wiskerke Onions, Reinoud de Heer van Hazera en Martijn Dieriks, een van de beginners met uien op zandgrond hier in Oost-Brabant. Verder gaan we ook nog even kijken naar een reportage van mijn collega Menno van der Vlies, die vorige week op bezoek is geweest bij Jelle Bruins in de Noordoostpolder. En samen met de heer Bruins een hele mooie cel met kwaliteitsuien heeft bekeken. Wat huishoudelijke zaken. Er is mogelijkheid tot stellen van vragen. Die zullen we proberen tijdens deze uitzending te behandelen. Wanneer er niet mogelijk is om ze te beantwoorden, dan zullen we dat op een later tijdstip doen. En u kunt natuurlijk altijd een van onze mensen bellen. Dat is ook geen probleem. Nogmaals, welkom bij Hazera Uien Talkshow. We gaan. Volgens mij is hij één te ver, maar dat heb je als je dat allemaal live doet. Dan moet hij nog teruggaan ook, denk ik. Voilà, we zijn er. De Nederlandse uienmarkt is letterlijk en figuurlijk in beweging. Daarbij bedoel ik dat er een verschuiving plaatsvindt in het uienareaal. Met name vanuit Zeeland richting het oosten van Nederland tegen de Oost-Duitse grens aan. Even kijken of er... De techniek staat voor niks. Voilà. Zoals je ziet staan er in het zuidwesten van Nederland zitten we op dit moment in 2020 op hetzelfde areaal uien als in 2000. Dat heeft ook een oorzaak. De hoofdoorzaak is het niet kunnen beregenen in dat gebied door het brakwater wat daar is. Daardoor zijn de opbrengsten de laatste jaren een beetje tegengevallen en is men daar minder uien gaan telen. En je ziet dat er een verschuiving plaatsvindt richting Groningen, Limburg en met name Drenthe. De areaalgroei in die gebieden is behoorlijk. Als je kijkt over de afgelopen 10 jaar, dan zie je dat Groningen iets meer dan 11% is gegroeid. Limburg iets meer, bijna 13% zelfs. En Drenthe is wel koploper met 29,4% groei. Daarnaast hebben we ook nog een nieuw teeltgebied in België. In België stond er afgelopen jaar ruim 4650 hectare uien. En de verwachting is dat daar ook een groei plaats zal vinden van een paar honderd hectare. En men denkt dat men richting de 5000 hectare zou kunnen gaan. Dit alles heeft natuurlijk wel invloed op de markt. En kom ik eigenlijk bij de eerste vraag gelijk. Cheyenne, hoe gaan jullie om met de verschuiving van het areaal richting het oosten? Qua transportkosten, qua kwaliteit van uien, qua vroegheid, de markt, aflandmarkt. Ik denk dat we wel onderscheid mogen maken ook in het verschil tussen plantuien en zaaiui. Kijk, we zien voornamelijk dat de plantuien in het zuidwesten wel stabiel blijven, maar dat de verschuiving echt voornamelijk plaatsvindt in de zaaiui, dus echt de bewaren rassen. Dat komt natuurlijk omdat in plantuien, toch wat vroeger, hebben we minder effect gehad in Zeeland van de extreme droogte. En dat gaat natuurlijk steeds meer verschuiven richting het oosten van het land. Dat heeft heel veel effect. Ik denk zeker, je hebt daar te maken natuurlijk met andere grondsoorten. Je hebt daar ook te maken met veel intensieve veehouderij. Dus er is ook een stukje ander beleid nodig om een goede kwaliteit uit te telen. Het is wat anders dan op de klei. Dus er moet toch een juiste rassenkeuze plaatsvinden. Er moet nagedacht worden over het toedienen van meststoffen. Dus het vereist toch echt een stukje management en begeleiding ook vanuit de zaadbedrijven om die teelt zo goed mogelijk op te pakken kwalitatief. En ervaren jullie als Wiskerke ook dat er een gat is in kennis in die gebieden? Ik bedoel qua oogsttijdstip en dat soort... Ik denk dat die kennis wel heel snel groeit. En ik denk dat men daar ook voor open staat.
En dat er ook veel begeleiding nodig is vanuit de verwerkers zoals ons, maar ook vanuit vanuit de zaadbedrijven of de teeltbegeleiders. Is dat stukje kennis wel noodzakelijk ter overdraging om die teelt zo goed mogelijk ook in de toekomst te laten verlopen. Het hoeft ook niet altijd, althans negatief te zijn, die verschuiving. En het feit dat daar ook een stukje toch wel wat meer vroegere uien, dus in het oosten van het land worden toch wel wat meer uien geteeld. Niet voor de lange bewaring, maar voor toch meer het eerste deel van het seizoen, de afzet. En we zien ook dat de afzet dat heel mooi oppakt. We zien ook dat steeds meer uien geëxporteerd worden het eerste deel van het seizoen. Dus ook die ontwikkeling is best wel positief. Ja. Martijn, hoe is jouw ervaring daarmee als oude rot als uienteler in het zand? Inderdaad. Voorheen kwamen ze echt allemaal hier om die eerste vracht, de primeur uien, te komen laaien. Hè. Het liefst de 1 augustus dan tot half augustus en eind augustus. En daarna zag je bijna geen handelaar meer die hier nog af wilde draaien om uien te komen halen. Want dan waren wij klaar. En de laatste jaren, hè, met het groeien van het areaal, maar ook... Ik denk dat de teeltkennis omhoog gaat. Ook de raseigenschappen veranderen. En bemestingskennis, wat Cheyenne al aangaf. Dat onze kwaliteit in de breedste zin van het woord omhoog gaat. En daarmee ook de bewaarbaarheid. Dus wij zijn langer aan de markt. En ja, dat is ook een vraag. Hè? Hoe kunnen wij daar nog meer op inspelen, Cheyenne? Richting wat kunnen wij doen om voor jullie nog interessanter te worden? Vanuit kwaliteitsperspectief? Of? Ja. Nou, er liggen natuurlijk vanuit je regio is er natuurlijk heel veel aanbod ook vanuit het aflandstukje voornamelijk. Ik denk dat er een stukje verbetering plaats mag vinden ook in de timing van het rooien. We zien vaak dat een ui te lang blijft staan. Men gaat dan toch voor de kilo's. Terwijl wij als verwerkers graag zien als een ui wat groener gerooid wordt. Hè, voor wat betere huidontwikkeling. Dat is wel een van de pijlers voor goede kwaliteit. Echt in het hele proces van verwerken en het transport. Voor ons heel erg belangrijk. En ook zien we dat telers ook niet beginnen met 3, 4 of 5 hectare. Hè. Het begint gelijk met 20, 30 of 40 hectare. En dan gaat het ook vaak best wel ruig. Dus... wat wij ook zien is best wel vaak beschadigingen en zo. Dus het moet ook allemaal met beleid, mag dat ook allemaal opgepakt worden. Dat zijn wel twee punten die wij vaak zien, die wij vaak als verwerkers zien, die mogelijk wel een verbetering kunnen hebben. Ja. Want uiteindelijk is het dus echt die kwaliteit die het belangrijke aspect is in die uienteelt. Absoluut. Kijk, vaak wordt natuurlijk gekeken naar kilo's, hè? Kostprijs. En dat telt ook zeker mee. Maar men moet ook een stapje verder durven te denken en kijken wat ook de netto-opbrengsten zijn. Hè? Want er wordt natuurlijk ook een deel uitgetarreerd. Of wat heb je aan kale uien of aan beschadigde uien. Ja. Maar ik denk dat juist het bewustzijn moet zijn van wat blijven dus onderaan de streep netto over. Ja, en kwaliteit, want dat is, Reinoud heeft het al over kwaliteit. Wat heeft kwaliteit voor invloed op de export? Alles. Als wij jaren hebben waar er veel koprot is of veel fusarium of veel inwendige problemen, dan ziet men toch dat de klanten gaan zoeken naar alternatieven of vroeger overschakelen op nieuwe oogst. En we hebben jaren gekend dat we eigenlijk tot en met in mei, juni onze uien dus echt nog over zee konden exporteren. Hè? Dat we gewoon echt tot laat in het seizoen nog in het Verre Oosten kwamen. Dat die kwaliteit fantastisch goed was. Terwijl als er dan in de Nederlandse ui kwalitatief wat problemen zich voordoen, dan zie je dat ze toch sneller overschakelen naar of een import Egypte of een Nieuw-Zeelandse ui. Dus kwaliteit is voor ons absoluut een van de belangrijkste punten om je export jaar rond goed te kunnen blijven doen. Ja. Cheyenne, dan een vraag. Je noemt net koprot en dergelijke. Dat is voornamelijk iets van de oudere teeltgebieden. Daar hebben wij volgens mij op dit moment nog weinig last van. Hoe kunnen wij daar als uienteler, ik denk dat daar ook vooral de intensiteit, hè, niet te intensief. Zien jullie dat ook, dat die kwaliteit wel bij ons, buiten de beschadiging, de kwaliteit ui wel beter is? Of hoe, Ik vind het mooi dat je het opmerkt, dat is waar. Je ziet echt natuurlijk, rotatie is wel belangrijk, ook met de lange termijnvisie, om de teeltgebieden ook voor de toekomst 15, 20 jaar down the line, om het goed gezond te houden.
Maar ik denk dat er voornamelijk vanuit jullie, vanuit die regio in het oosten en hier ook in Limburg, dat voornamelijk huidkwaliteit, dat dat een van de voornaamste of een van de belangrijkste punten zullen zijn in de teelt. En dat is ook het groen rooien, juiste raskeuze, omgaan met de juiste dosis aan meststoffen, ook voorzichtig zijn met de dosis stikstof. Dat zijn allemaal factoren wat toch met deze andere gronden een andere visie nodig heeft als de uien van de klei. Ja, want het is natuurlijk toch gewoon een feit dat het grootste gedeelte van de Nederlandse uien geëxporteerd moet worden. Ja. Dus ik weet niet, zijn er ook nog bedreigingen voor export? Of welke bedreigingen hebben we in export te verwachten eventueel? Er zijn er meerdere, maar ik denk allereerst, we mogen ook het positief bekijken. Want we staan vandaag, we staan er goed voor. Hè. We hebben dus jaar op jaar eigenlijk zijn we erin geslaagd om een groter volume van de wereldmarkt te bedienen. Zeker zijn er bedreigingen. Een van de belangrijkste is eigenlijk voor Nederland dat we meer te maken krijgen met een stukje protectionisme. En dus dat landen zichzelf gaan beschermen, omdat vaak een Nederlandse ui kostprijstechnisch goedkoper aan kan komen dan lokale productie. Dus wij krijgen te maken met meer marktsturing, waar we niet tegenop kunnen boksen met onze kwaliteit of met onze kostprijs. En dat is vaak frustrerend. Maar een van de belangrijkste pijlers denk ik ook voor de toekomst, de komende jaren, zijn ook onze transportprijzen. We hebben gezien dat containerprijzen mede door corona en de onbalans in de wereldhandel, dat die heel duur geworden zijn. En waar wij vroeger voor 3-4 cent een kilo naar het Verre Oosten konden, zien we dat dat nu wel opgelopen tot 20 cent. En ja, wij zijn natuurlijk zeker, kwaliteit is een pijler. Zeker de jaaronbeschikbaarheid, maar ook onze logistieke kosten was altijd een belangrijke kracht van de Nederlandse ui. Want we konden goedkoop ons product overal in de wereld positioneren. En dat wordt nu wel steeds moeilijker. En die prijs van die containers, dat komt door het feit dat de rederijen ook gezien hebben dat ze geld kunnen verdienen aan containers? Of hoe moet ik dat zien? Nou, het is voornamelijk, er zijn een aantal factoren. Het belangrijkste is natuurlijk dat er eigenlijk een onbalans is in de wereldhandel. Dus dat er heel veel factoren zijn, markten dicht of open. En dat containers vaak op een verkeerde positie staan in de wereld. Men heeft te maken dat er ook nog een stukje fysieke inspectie moet plaatsvinden om containers vrij te stellen. En die mankrachten waren gewoon niet aanwezig in bepaalde tijden van het jaar. Maar het is voornamelijk dat scheepvaartmaatschappijen ook aan het kijken zijn hoe ze zich moeten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Dus er is een beetje een tweestrijd in welke type schepen gaan ze ontwikkelen. Op waterstof, op andere duurzame nieuwe technieken. Waardoor er vandaag niet in volledige capaciteit geïnvesteerd wordt in uitbreiding van de vloten. En daar lopen wij eigenlijk toch al tegenaan. Ja. Ja. Wat is daarin jullie visie daarop in de toekomst? Nu we dit zo'n lastig jaar hebben gehad met corona, maar weer terug naar een nieuwe normaal, zullen we zeggen. Verwacht je dat dan de groei toch nog wel blijft? Om eerlijk te zijn, denk ik dat wij mogen zeggen als uienhandel dat we niet zwaar geleden hebben onder de gevolgen van de coronacrisis. Als je kijkt naar de exportcijfers of sowieso ook de nationale consumptiecijfers. We hebben gezien dat retail Nederland toch tussen de 30% en 40% meer uien consumeert. De exportcijfers zijn nog nooit zo hoog geweest. Dus om nou te zeggen van dat we te lijden hebben onder de corona, nee, we hebben wel onze nodige uitdagingen. Maar waar er tekorten waren in de wereld aan uien of waar er behoefte was aan import, hebben wij wel continu in die behoeftes ook kunnen voorzien. Ja. Dus we zien het niet als handel als een gevaar. Het brengt ook juist weer kansen met zich mee. Er zijn zelfs tijden geweest dat in een ander land, in Spanje of in Italië, waardoor de coronacrisis er zoveel belemmeringen waren dat zelfs andere verpakkers lokaal daar niet konden werken, dat wij hun gewoon echt letterlijk voorzien hebben van hun behoeften. Dus het bracht ook weer kansen met zich mee. Ja. Wanneer lopen wij als boer, als teler tegen de max aan? Je ziet er is een verschuiving, maar ook een uitbreiding. Ik denk dat de nieuwe teeltgebieden qua kilo opbrengsten goed mee kunnen tot beter zijn. De laatste 3 jaar hebben we eigenlijk goede aflandprijzen gekend. Waardoor dat de nieuwe telers allemaal gewend zijn of verwend, net hoe je het zeggen wilt, met prijzen. Afland hoeft je nooit onder de 10 cent te verkopen. Wanneer gaan we met z'n allen op onze mond?
Moeilijke vraag, maar ook die verschuiving van het areaal. We zien ook dat er heel veel verschuiving steeds meer komt naar het afland aanbod. En de markt moet dat wel kunnen absorberen. En dat hebben we eigenlijk ieder jaar ook wel kunnen doen. We zien ook steeds meer dat natuurlijk de behoefte is in de eerste periode van het exportseizoen. Maar er zijn ook heel veel telers die dus uittelen afland, maar die bijvoorbeeld geen bewaarmogelijkheid hebben. Hè? Of dus dat er als het gaat regenen, dat ze daar toch buiten moeten laten liggen. Of dat er korte periodes zijn van aanbod afland, dat wij als handel dat moeten absorberen. En daar is natuurlijk ook een bepaald risico dat het een keer fout gaat als het volume ook blijft groeien. Mm-hmm. Hè, er moet een bepaalde balans zijn over het hele seizoen. Ja, ja dat is duidelijk. Kijk, aan jouw verhaal, Cheyenne, is één ding blijft dan bij mij hangen. En dat is dat wij als Nederlandse uitdelers moeten zorgen dat we kwaliteit hebben. Zodat jullie naar die 130 of 132 landen waar we op exporteren de uien kwijt kunnen. En of dat nou afland is of voor een korte bewaring of voor een lange bewaring, men zal voor kwaliteit moeten gaan. Absoluut. Kijk, en als telers ook kunnen meehelpen of kunnen investeren in een stukje, ja, als er maar een dakje boven is, dat de uien niet in de regenperiode op het land moeten blijven liggen. Hè, zodat wij kleur op het product houden en het gewas toch wat gezonder blijft. Ja, dat zijn al, hè, ook hoeft het maar op een roostervloer te liggen. Maar om net een aantal weken te overbruggen, dan voorkom je ook die druk, ja, hè, en die prijsval. Maar er zijn vaak telers die niet die mogelijkheid hebben. En dan heb je natuurlijk zoveel aanbod, zoveel volume te verwerken. Wij zijn dan ook weer afhankelijk. Is er markt? Hè, wij zijn als Nederland exportland. En het aanbod van uien, dat is één, maar... Ja, het belangrijkste is toch, wat heeft de wereld nodig? Dat bepaalt toch het prijsniveau. En wat heeft de wereld nodig? Nou, we hebben gezien meer en meer. Dus het gaat niet. We zullen niet jaar op jaar meer Nederlandse uien exporteren. Er komen ook moeilijke jaren aan. Hè? Dat er echt gewoon een wereldwijde uitbreiding is van areaal. Maar gemiddeld gezien zien wij nog steeds een stijgende trend naar Nederlandse uien. En dat zal ik zo meteen in de cijfers ook nog wat meer toelichten. Reinoud, zijn er rassen te verwachten die bijvoorbeeld tegen droogte kunnen, die bijvoorbeeld met brakwater beregend kunnen worden? Zijn er ontwikkelingen in met name trips, uienvlieg, heel belangrijk item. Hoe zit dat in de veredeling? Ja, dat is een zeer interessante vraag, André. Als bedrijf zijn we natuurlijk al lange tijd bezig met de veredeling van de hybride ui voor zowel de Nederlandse markt als wel de Europese markt, maar we zijn wereldwijd bezig. Specifiek voor deze markt in Nederland werken we aan de Rijnsburger ui, die natuurlijk gekenmerkt wordt door die extra lange bewaar. Mooie huid, goede huidvastheid, en dat heeft er natuurlijk over toe geleid, onder andere dat die exportpositie zo goed is. Dat is een ontwikkeling die niet stilstaat, maar is wel een ontwikkeling die erg lang duurt. Gemiddeld genomen toch tussen de 20 en de 25 jaar, waarbij een ras echt volledig nieuw ontwikkeld kan worden. En we zien nu inderdaad wat verschuivingen in de markt, in de wensen. Dat wil niet zeggen dat we daar niet op geanticipeerd hebben. Maar om volledig naar een nieuw type uit te gaan met nieuwe resistenties, ja, dat is een langdurig proces. De vragen die je net stelde, de vragen uit de markt die we ook krijgen van telers, naar problemen die ze hebben, die ze in de teelt soms minder makkelijk kunnen oplossen door wijzigingen van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. Dat zien wij ook en daar zijn we al jaren mee bezig op verschillende locaties, zowel in Nederland als wel in Europa. Waarbij we ook bijvoorbeeld ook kijken naar andere type zandgronden of andere type bodems waar we de proeven op doen. Ah ja, dus je bent wel echt wel degelijk aan het kijken om ook uien, zoals Martijn dat zei, uien voor onze grond, ja, voor zandgrond uien... Dat is specifiek wel een onderwerp waar we al langere tijd op werken. En er zijn natuurlijk in de wereld ook andere gebieden. Kijk bijvoorbeeld naar Engeland, waar al een groot deel op zandgrond worden geteeld. En die op een andere manier hun teelt hebben ingericht. Maar daar waar we wel vergelijkbare behoeftes hebben wat dat betreft. Maar het is dus inderdaad bij ons als bedrijf, bij Azera, hebben we altijd die kwaliteit zeer hoog staan. Ik denk dat je dat ook wel terug kunt zien in de absolute kenmerken van onze rassen.
Dus die huidvastheid, maar vooral ook die hardheid die we echt wel hoog in het vaandel hebben. En altijd al eigenlijk in ons portfolio terugzien. En we hopen daar natuurlijk nieuwe rassen aan toe te voegen. En daar zijn we met een groot aantal veredelaars en onderzoekers dag in dag uit mee bezig. Ja. Ja, je komt steeds meer in de markt ook rassen tegen met zoals je zei, we hebben hier normaal extra lange daguien. Klopt. Je ziet ook steeds meer in de markt lange daguien, ja. Kruisingen met Spaanse uien. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren schitterende zomers gehad. Ja. Tot bijna Spaanse zomers noem ik het dan maar eventjes qua temperatuur. Als we een keer een normale Nederlandse zomer gaan krijgen... passen dat soort uien dan wel in Nederland? Ik denk dat de telers dan vrij snel zullen zien dat het antwoord daarop nee is. Dat ze dan geconfronteerd worden met bijvoorbeeld schot... wat we eigenlijk het afgelopen jaren niet meer veel hebben gezien. Maar je hoeft maar een paar echt goede koudere weken... goede koude nachten in mei te hebben. En dan kan je toch als teler behoorlijk verrast worden... door bijvoorbeeld schot in je gewas... Maar ook de kwaliteit, de huidkwaliteit waar ik het net al over had, de exporteerbaarheid. Kijk, en dat is voor een teler niet altijd te zien, want hij levert af. Maar goed, dus, ja, voor de Nederlandse ui uiteindelijk denk ik niet dat het een goede zaak is. Nee, dat is inderdaad. Je ziet ook vaak, als je dan bij een, en Martijn zal dat ook wel kunnen beamen, als je op een cel, dan zie je vaak hele mooie uien. En dan... ja, zie je op een gegeven moment ook, als ze dan eenmaal verwerkt zijn, dan hebben ze nog een paar jasjes uitgedaan. Uien in Nederland, groeien die ook in Nieuw-Zeeland? Dat is een vraag van een kijker, ja. die nu net binnenkomt. Dat is een interessante vraag. Wij hebben ook in ons rassenpakket uien speciaal voor Nieuw-Zeeland. Dat zijn ook exporteerbare uien. Die zien we weer terug op de Europese markt, onder andere ook op de wereldmarkt. Maar dat zijn toch andere typen. Het heeft een andere daglengte. Het is een totaal ander seizoen, omdat ze veel meer gematigd klimaat hebben. Veel langere periode dat ze kunnen zaaien. Dus ze hebben daar een andere behoefte aan rassen. Die rassen die werken hier niet. En onze rassen vice versa werken ook daar niet. Dus het is een andere, andere noodzaak, een andere type product wat ze daar nodig hebben. De ui hier, wat kunnen wij daar aan doen? De zonnebrandproblematiek, want dat is toch iets wat de laatste jaren met die hete dagen... wel het gespeeld. Kijk, normaal zeggen ze hè, niet rooien, noem maar op. Maar wij hebben het afgelopen jaar zelfs gewoon meegemaakt... uien die nog in het veld staan... toch gewoon door zonnebrand beschadigd. Zit daar qua veredeling ook nog aan te komen... dat rassen daar anders mee omgaan, beter mee omgaan? Of... Nee, er zitten wel wat rasverschillen in en dat nemen we ook echt wel mee in de selectie van de uiteindelijke rassen. Maar je ziet eigenlijk zonnebrand op vele plekken in de wereld wat dat betreft. En daar worden uiteindelijk echt in de teelt worden daar, uiteindelijk worden ze dan beschermd. Of we daar naartoe moeten gaan in de Nederlandse teelt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat daar meer een antwoord ligt op dit specifieke probleem wat de teler dan heeft. Om echt een compleet nieuwe ras te selecteren. Dat dan tegen de zonnebrand kan. Dat hebben we eigenlijk al gezien dat het in andere delen van de wereld... waar we andere raspakketten in ons portfolio hebben... daar ook niet in geslaagd zijn. Martijn, als jij nou met je boerenhart spreekt... welk ui heb jij dan eigenlijk nodig voor op jouw soort grond? Ja, kijk, hè, om terug te komen... wij zijn hier begonnen om vroeg te zijn. Dus... En die markt ligt er ook nog, of die vraag vanuit de markt ligt er ook nog steeds. Hè? Hoe eerder de zaaiui. Kijk, iedere verwerker verwerkt plantuien, maar niemand met heel veel lol, volgens mij. Tenminste, zo doen ze het altijd overkomen. Dus wij zoeken een ui die eigenlijk nog eerder klaar is als die we nu kunnen telen. Maar daarlangs, ook de ui die langer. Houdbaar is. Alleen ik denk dat het ook een opdracht aan ons als teler is om heel duidelijk een segment te kiezen. Je kunt niet het ras waar je alles mee kunt, dat bestaat niet, want die past of bij de teler niet, of bij de verwerker niet, of het moment is niet daar. Ik denk dat daar voor de teler al de eerste selectie dient plaats te vinden. Dus
welke is er of welke is de gouden ui? Ja, die zal er waarschijnlijk nooit komen. Maar ik denk dat de selectie gewoon is, wil ik vroeg zijn? Ja, dan moet het een vroege kiloknaller zijn. Want ja, goed, hij moet kwalitatief goed zijn. Maar uiteindelijk, de kilo's maken toch het geld. En ja, goed, dan komt mijn vraag aan Reinoud. Ja, de bewaarui, hè? Welke, of een goede bewaarui vanaf de zand die wij... Kijk, ik denk dat het een illusie is om te gaan roepen dat wij tot juni, juli zanduien gaan bewaren. Ik bedoel, dat denk ik dat we met z'n allen groot genoeg voor zijn dat we dat niet gaan redden. Alleen een paar maanden langer als 1 maart zou wellicht wel wenselijk zijn. En ja, misschien dat daar nog mogelijkheden zitten. Ja. Uiteindelijk zijn we daar continu naar op zoek. Naar inderdaad betere uien, beter bewaarbaar voor verschillende zand of voor verschillende gronden. Ik denk dat de snelste oplossing voor de teelt in de teelt is inderdaad, nou ja, wat net al even gezegd werd, op tijd rooien. Al heel veel soelaas kan bieden aan de teler op dit moment. En dat je met het huidige rassenpakket, natuurlijk we hebben daar nieuwe ontwikkelingen ook gaande. We zijn met een vasto bijvoorbeeld gekomen. Ik denk dat je met dat soort rassen al hele mooie resultaten kunt halen, juist in die bewaring. Waarbij we echt zien dat we juist een vroeg ras daarin hebben kunnen bieden met al uitstekende bewaareigenschappen. Een vraag van een van de kijkers aan jou, Martijn. Je bent natuurlijk al 15 jaar uienteler in IJsselstein. Waarom past een ui zo goed bij jou op het bedrijf? Ja goed, wij komen van oudsher van het standaard bouwplan hier op de zand. Aardappels, bieten, mais en peul en peulvruchten, spinazie. Ja, die saldo's van die conservengroenten of industriegroenten, die zijn langzaam onderuit gezakt. Ja, toen zijn wij aan het zoeken gegaan naar andere alternatieven. En ja, daar past voor ons de ui gewoon heel mooi tussen. Ook qua bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid. Het is een hele andere als degene die we al hadden. We zijn over het algemeen vroeg weg. Dus je kunt er een mooie groenbemester natelen. Je laat de bodem of oogsten gebeurt eigenlijk altijd onder perfecte mooie omstandigheden. Dus weinig vernieling of geen vernieling aan de grond. Ja, en dat is voor ons wel gewoon een groot plus. Dat we een hoger salderend gewas met ook nog gewoon behoud van een beetje grond iets kunnen doen. Alleen ja, goed. Is het de gouden ui? Nee, ook bij ons. Hè? De ui kent ook mindere jaren. Hè? Ik bedoel, ik gaf het net al aan. Het is niet altijd standaard achter de rooier 10 cent plus. Nee, dus, in Zeeland is daar een spreekwoord voor. Het is goud of het is hout. Het scheelt maar één letter. Ja. Klopt, dat is een bus. We gaan even overschakelen naar mijn collega Menno van der Vlies. Die heeft een item opgenomen met een teler in band in de Noordoostpolder. En samen hebben ze gekeken naar een hele mooie zeil met dormo. Als Azera komen we vaak over de vloer bij de teler. En vandaag zijn we bij Maatschap Bruin, hier in band in de Noordoostpolder. Maatschap Bruin die houdt zich voornamelijk bezig met de teelt van pootgoedaardappelen en daarnaast telen ze ook ongeveer een 20-25 hectare zaaiuien. Zo. Even goed vasthouden. Vanaf 1980 telen we al ongeveer uien, alleen het bedrijf is door de jaren heen nogal wat uitgebreid en daardoor is de oppervlakte ook wat groter geworden. We zijn begonnen met 2 hectare uien. En uiteindelijk is dat nou de laatste jaren ongeveer 20. En wat is kwaliteit? Ja, kwaliteit is dus een ui die homogeen groeit. Als hij gelijkmatig opkomt, gelijkmatig groeit. Hardheid, de huidvastheid, uniformiteit. Het aantal vellen kan ook positief zijn. Wij hoeven hem alleen maar te telen en te bewaren. Maar uiteindelijk begint dan pas het echte afleverproces en ook de verwerking ervan. En dan zie je toch wel dat een dormo-ui die wij dan telen, dat de handel allemaal zegt aan het eind van het traject, dat die dan toch nog er mooi uitziet. Met name de lange bewaarbaarheid, die is heel erg belangrijk bij ons.
Ik denk dat het best wel positief is dat er af en toe eens een keer iemand langskomt die verstand heeft van zaken. En als er dan een nieuw ras in de pijplijn zit bij zo'n bedrijf en wij zaaien daar bijvoorbeeld één bedje van, ja, dan kun je toch op je eigen bedrijf zien, onder je eigen omstandigheden, wat dan zo'n ras doet. Doordat die de zaadveredelaars, doordat die bezig zijn met iedere keer nieuwe soorten te maken. Ja, denk ik dat het voor, in zijn algemeenheid voor de kwaliteit gunstiger is. En dus uiteindelijk voor de consument dat hij een mooie product voorgeschoteld kan krijgen. Wat we vandaag gezien hebben is dat de kwaliteit en bewaarrendement in de uienteelt belangrijke aspecten zijn. En daar blijven wij ons als Azera hard voor maken. Ja, dit item was van mijn collega Menno van der Vlies, die op een hele mooie zeil met uien was in de Noordoostpolder. Het was toen vele malen kouder dan het nu is. Ik denk dat het ongeveer 30 graden scheelt en het is maar 14 dagen geleden. Dus wat dat betreft ook het klimaat verandert. U heeft ze al gehoord en u heeft ze waarschijnlijk ook al gezien. Naast mij Cheyenne Wiskerke van Wiskerke Onions. En Cheyenne die gaat even wat dieper in het belang van kwaliteit en export. Het leek me wel leuk om dat ook aan de hand van wat beeld en wat cijfertjes te doen. Want ja, we hebben natuurlijk best een heel bijzonder seizoen tot nu toe meegemaakt. Ik heb even een overzicht gemaakt waarin we wat meer kunnen inzoomen ook op de handelstromen van uien. En we zien eigenlijk nog steeds dat ja, jaar in jaar uit Nederland erin slaagt om de nummer 1 op het gebied van exportvolume te zijn. We zien wel dat de stromen wat meer gaan veranderen. En dat is het mooiste zichtbaar eigenlijk door de laatste 3 jaar exportcijfers te vergelijken. Het lijkt veel getallen, maar we gaan er rustig even doorheen. Aan de linkerkant de exportcijfers in 2020. Dan zien we dat onze grootste afnemer van Nederlandse uien nog steeds Senegal is. En dat is jaar op jaar geweest. Dus ook vorig seizoen, 2019 en in 2018, is dat verreweg de grootste afnemer. Ivoorkust is ook wederom de tweede afnemer van Nederlandse uien. En dat is ook in de voorgaande jaren zo geweest. Je ziet dat het volume van die twee Afrikaanse landen ook steeds toeneemt. En daar hebben wij ook als sector steeds meer mee te maken. De totale export van Afrika neemt ook echt gestaag toe. En we zien dat dat wel oploopt tot een kleine 60%. Zit er nu een verschil tussen een klant in Afrika en een klant in Azië qua kritische kijk naar wat ze ontvangen? Absoluut. Ja, wij zien dat in Afrika de specificaties of de kwaliteitseisen toch wat losser liggen als in het Verre Oosten producten afleveren. Het heeft te maken ook met een stukje reistijd. Hè. Azië is vaak, dan zijn de uien toch al gauw 30 dagen plus in de container onderweg. Terwijl sommige Afrikaanse landen vaak ook conventioneel vervoerd worden, of dat het binnen 7 of 10 dagen op bestemming aanwezig kan zijn. Maar daar is men minder kritisch op huid. Daar is men iets wat minder kritisch ook op kwaliteit. Als een ui iets wat verweerd is, dan zul je daar niet zo snel wat van horen. Maar ja, als je de ui toch richting Azië stuurt, dan wil men gewoon echt een mooie ronde ui. Dus dan is echt aan een conform komt te bekijken. Maar ook echt kleur en hardheid. Dus er is absoluut wel degelijk een verschil tussen die twee gebieden. Cheyenne, ik zie daar Groot-Brittannië als derde land staan. Hoe gaat dat met de Brexit allemaal lopen? Hoe zien jullie dat? Kijk, de pootgoedtelers die hebben nou al keihard geroepen van geen pootgoed exporteren is geen pootgoed importeren. Hè? Of dat ze zijn poot zo stijf kunnen houden, daar vraag ik me eigen af. Maar hoe kijken jullie dan naar de toekomst? Voor Engeland specifiek? Ja. Nou, wij importeren dus in principe geen uien vanuit Engeland. Dus wij leveren alleen maar. Nou, Brexit hebben we de grootste bobbels hebben we gehad. Daar zijn we goed doorheen gekomen. In april staat weer de volgende. Op korte termijn verwacht ik geen wijzigingen. Dus men zal daar de lokale teelt niet naar een dusdanig hoog niveau kunnen tillen dat ze niet meer afhankelijk zijn van import. Dus ze blijven wel degelijk de Nederlandse ui nodig hebben.
Maar ik denk op termijn dat de Brexit wel ingezet kan worden als een middel om de lokale teelt nog meer te motiveren. Dus men heeft daar wel een stukje, ja, men kan daar wat makkelijker aan de teugels trekken met een invoerheffing of een bepaalde marktbescherming. Wat voorheen, in principe toen ze natuurlijk in de EU zaten, niet te sprake was. Dus lange termijn zal het denk ik wel effect kunnen hebben. Maar je ziet eigenlijk ook, ja, in de laatste jaren is de afzet richting Groot-Brittannië redelijk stabiel geweest. Wat mooi is, is dat Maleisië, het vierde grootste afzetgebied voor Nederland, een gigantisch volume heeft ten opzichte vanuit 2018. En dat heeft eigenlijk alles te maken met wat er in India gebeurd is. In India natuurlijk in oktober, november zijn de monsoonregens daar wat langer blijven hangen. Dus een groot deel van hun uienteelt is verwoest. En India is na Nederland het grootste uienexportland in de wereld. En dan zie je dat er in één keer voor ons heel veel meer afzetgebied bij kwam. Juist in het eerste deel van het seizoen. Dus daardoor zien we dat Maleisië een grote koper was. Bangladesh die Nederlandse uien kocht. Of zo'n Sri Lanka. Terwijl in 2018 daar totaal geen sprake van was. Dus we zagen eigenlijk door klimatologische ontwikkeling in de wereld dat nieuwe afzetgebieden voor ons een heel belangrijk positie nemen in het eerste deel van het seizoen. Maar je ziet zo'n Bangladesh al in de top 10 van importeurs voor Nederlands product. En wat aan deze cijfers ook wel mooi zichtbaar is, dat is wel leuk om daar naar te kijken, is dan zie je eigenlijk de top 5 importerende landen van Nederlandse uien. Dat zijn dus eigenlijk jaar in jaar uit een beetje dezelfde landen, maar die zijn al goed bijna voor 50% van ons product. Dan zie je dat een klein aandeel toch van bestemmingen zo'n belangrijke positie hebben voor de Nederlandse ui. Ja. En de vraag van de kijkers is, gaat er niet te veel uien uit Nederland richting de export, want als hij of zij door de supermarkt loopt, ziet hij of zij wel Nieuw-Zeelandse uien liggen, maar geen Nederlandse uien. En de kijker vraagt, hoe komt dat? Er zijn zeker nog voldoende Nederlandse uien beschikbaar voor de nationale markt. Die is natuurlijk klein. Kijk, er blijft maar een 10% van het product hier in Nederland zelf. En die wordt ook echt specifiek voor de winkels geteeld. Vaak, net als jou Martijn natuurlijk, onder Plan & Proof, onder milieukeur teelt. Dus in die behoefte kan altijd worden voorzien. Maar we zien voornamelijk bij de grote retailers dat er op grote schaal, vaak vanuit Duitsland gecoördineerd, toch Nieuw-Zeelandse uien geïmporteerd worden. Wat eigenlijk niet hoeft als men een juiste raskeuze, een juiste bewaring en als men een juist product heeft, dan kunnen wij ook echt door tot en met juni. Maar dan moet ook alles mee zitten. Het hele management eromheen moet ook goed zijn om het eindstreep te halen. Maar het is niet zo dat er niet voldoende product is. Het is een strategische keuze vanuit de retailketens. Maar als ze bij de Jumbo de uien kopen, dan hebben ze in mei, juni nog Hollands product. Ja, Cheyenne, daarop inhakend. Kijk, wij telen onder milieukeur / Planet Proof. Op dit moment nog een plus daarin. Die hebben we ook nodig. Hoe lang houden we die in de benen? Of wordt de taak een gemeengoed? Kijk, want het is ook heel duidelijk. Het is puur een certificaat voor het Nederlands product. Want een buitenlander die vraagt er helemaal niks om. Of helemaal, die vragen eigenlijk nergens om. Nee. Hoe lang blijft dat? Of krijgen we het daar een keer toch zo ver opgelegd dat we het moeten voor hetzelfde geld? Nou ja, kijk, het zit zo, die nationale markt die is relatief klein. En het is niet zo dat we daar jaar in jaar uit zoveel groei realiseren. Kijk, door corona is er nu meer afzet geweest, maar het is niet dat in één keer explosief stijgt. Wij zien het aanbod van milieukeuruien neemt ook toe. En dat vindt niet allemaal zijn weg naar het retailkanaal. Ook kwalitatief niet, hè? Want je kan wel onder milieukeur telen, maar heeft het ook de kleur en de hardheid en de kwaliteit om dan uiteindelijk in het winkelmandje te belanden van de consument. Maar wat vind jij nou van zo'n certificering? Kijk, het is toch ook veel meer waardevol voor het bedrijf zelf. Hè? Het is toch ook een stukje management van het bedrijf. Om niet alleen zoals met biologisch met middelen om te gaan, maar ook een stukje duurzaamheid in de teelt voor de totale onderneming. Dus brengt het vandaag ook waarde in de hele mindset van hoe je omgaat ook met
het product en heel, ja, heel de teelt. Ja, je denkwijze verandert. Kijk, je maakt nou vooraf je hele teeltstrategie ga je in de winter uitdenken. Het is echt niet dat ik dan elke week, als ik daar met de spuit rond aan het rijden ben, op mijn briefje ga kijken van wat staat er nou. Maar je grijpt er wel eerder naartoe en je houdt je eigen eerder of je stelt het een dag langer uit of twee dagen om de interval, om niet boven je kilo's werkzame stof of dergelijke uit te komen. En dan zie je dat het vaak toch lukt met wat mitsen en maren en passen en meten om zo toch het gedraaid te krijgen, dat het dan toch lukt. En ja, ik denk dat het dan ook op het totaalplaatje uitkomt. Zelfs een Rabobank, om het maar gewoon zo te noemen, die gaan er alleen mee. Wij hebben net een nieuwe bewaring gebouwd en ja, we voldoen aan de hoogste eisen, om het zo maar te zeggen. En ook een Rabobank doet dan zijn steentje of draagt zijn steentje daarin bij om in de vorm van een groenfinanciering daar een korting op te geven. En dan is het dus het verhaaltje wordt het er makkelijker van? Nee, het drijft je wel ooit tot stevige discussie met de veldman. Maar de makkelijkste weg is niet altijd de beste weg, zullen we maar zeggen. Cheyenne, jij gaf al eerder aan in je presentatie dat 60% van de uien voor de jaarwisseling weg is. Als ik nou boer ben, dan zou bij mij de vraag opborrelen, en niet alleen bij mij, maar ook bij een kijker, de heer Hoekstra, de vraag opborrelen van God, hoe zien jullie de mogelijkheden voor de export na de jaarwisseling en dan met name tot en met juni? Dat wordt steeds moeilijker. Dus daar hebben wij steeds meer te maken met die volatiliteit. Onze pieken en dalen worden groter en heftiger. We hebben, als je kijkt ook natuurlijk naar de exportcijfers, hebben we het eerste deel van het seizoen hebben weken gekend, althans meerdere weken achter elkaar, dat we gewoon structureel boven de 40.000 ton zaten. Dat zijn gigantische pieken. Terwijl de laatste exportcijfers week 5 kwamen uit 16.000 ton. Maar dan zie je, de Nederlandse capaciteit is dus 40, dus dan minder dan de helft. Dan zie je hoe je als verwerkingsbedrijf toch moet opschalen en terug moet schalen op een relatief korte tijd. En dat wordt steeds meer de uitdaging. Dus we gaan steeds meer die piek krijgen, eerste deel van het seizoen. En in het tweede deel moet er in de wereld gewoon ergens een bepaald tekort zijn. Nu bijvoorbeeld zijn we echt afhankelijk van Europa. Ja, dus meestal in januari, dan stopt Afrika en dan gaat Azië wat lokaal product krijgen. Dan komt India met een nieuwe oogst, dus dan moeten we het gaan hebben van Europa. En we zien dat Europa er zelf ook steeds beter in slaagt om hun uien langer te kunnen bewaren en met betere rassen te komen. Dus als er daar geen tekort of geen probleem is, dan vinden wij het wel moeilijk om ons product nog af te zetten. Dus dan, we zijn wel afhankelijk van wat andere landen nodig hebben. Dus er liggen zeker kansen, maar ik merk wel dat jaar na jaar, na de jaarwisseling, het ook steeds moeilijker wordt. En we zitten hier natuurlijk tegen de Duitse grens. We kregen een vraag van een Duitse meneer, heer Jacobsen. Hoe zit het met de kansen voor de Duitse uientelers hier aan de Nederlandse grens? Die zijn zeker aanwezig. En we zien ook steeds meer dat er ook Duitse uien in Nederland verwerkt worden. Je ziet ook dat natuurlijk in Duitsland is vaker, is minder vaak een exportdruk. Hè? Dus dan, die markt is wat meer stabiel. En dan kunnen we ook vaak soms wel eens, als er een aankoopbehoefte is, soms wel eens wat gemakkelijker terecht. Duitsland is vaak ook voor de nationale markt geteeld, dus ook veel kwaliteitsuien. Maar eigenlijk alleen in tijden van behoefte. Kijk, wij kunnen voldoende Nederlandse uien verwerken, dus er is geen tekort. Maar daar liggen zeker mogelijkheden om dat product ook te verwerken. Hoe gaat de firma Wiskerk om met local for local? Want als ik in België kom, dan is dat altijd, dan moeten ze eigenlijk in Belgisch geteelde uien hebben. Ja. Ja. En dat wordt steeds meer een vraag, ook van sowieso vanuit retail. Dus Nederlandse supermarkten wensen Nederlands product te hebben. In België is het België, in Engeland Engelse uien. Voor ons is dat natuurlijk
eigenlijk wel moeilijk, want je wil altijd die Nederlandse ui wil je overal exporteren. Maar daardoor zie je ook dat wij in België steeds meer uien aankopen. Maar daar houdt het wel op. Kijk, onze kracht en onze kwaliteit is de Hollandse ui. En juist die marktbescherming, dat baart ons wel de nodige zorgen. Ja. Maar aan de andere kant, André, kijk, het is wel vaak ook kwaliteit dat doorslag geeft. En dan zie je echt, als je een goed kwalitatief Nederlands product hebt, dan kunnen wij vaak ook echt juist aan het eind van het seizoen kunnen wij die gaten vullen. En dan zie je toch dat een Duitse ui of een Engelse ui kwalitatief meer problemen heeft dan de Hollandse. Als je nu echt voor naar die exportmarkt kijkt, en je zou even kort samenvatten welke bedreigingen er voor onze exportmarkt zijn, puur voor als Nederlandse exportmarkt. Zijn die er of kunnen we die eigenlijk... Er zijn er een aantal. Ik kan ze ook even laten zien als het scherm beschikbaar is. En anders, ik zal er even bij pakken. Ik heb een overzicht gemaakt van de kansen en bedreigingen. Want niet alleen negatief. Het oranje is eigenlijk een positief iets zijn, ook een negatief voor ons. Groen is absoluut positief en rood is iets wat voor ons een bedreiging is. Nou, dan zie je dat rood, waar ik het al eerder over had, dat marktbescherming, dat is voor ons het local for local, dat is wel steeds meer een uitdaging. Je ziet dat net als in Senegal, dat ze markten vroeger op slot gooien, meer gaan werken met importheffing of importlicenties. Ook al hebben wij een perfect product, ook al klopt onze kostprijs, daar kunnen we niets tegen doen. En dat is iets wat steeds meer een probleem wel gaat worden, mits er geen tekort is. Ja, je ziet net als zo'n India, is er een probleem? Ja, dan gaan natuurlijk de grenzen open en dan is Nederland goed genoeg, want dan hebben ze volume en kwaliteit ook nodig. En dan linksonder denk ik dat ook wel gezegd mag worden van hoe ziet de wereld eruit over een aantal jaar? Hoe blijft de financiële infrastructuur? Voornamelijk omdat we die groei van Afrika zo zien. Ja, dus zoals ik al aangaf, je ziet dat 60% van de Nederlandse ui naar Afrika gaat. Dat neemt ook toe. Hoe houden wij ook de financiële gezondheid? We moeten vaak ook grote kredieten verstrekken. Hoe hou je dat hele systeem gezond? En ik denk ook, wat een belangrijk punt is, is die volatiliteit. Ik zie het meer als een kans, als een bedreiging. Maar echt om als bedrijven en als steden samen in te kunnen spelen om die pieken op te kunnen vangen. Om dan groot volume te kunnen wegzetten. Cheyenne, ik zie daar van alles. Ik kan er over alles iets vinden en in meer denken. Ik mis er alleen nog eentje en dat is het stukje GBM, oftewel onkruidbestrijding in de uien. Het middelenpakket wordt elk jaar kleiner. Elk jaar wordt onze selectie dunner. We zien daar ook rare dingen. Middelen in Duitsland, België, rondom ons heen wel toegelaten. Hè. Ik bedoel, noem maar gewoon de challenge. Algemeen bekend, hij is hier toegelaten in de aardappels. Hij is in België toegelaten in de uien. In Duitsland toegelaten in de uien. Wij mogen hem niet gebruiken. Het enige wat er bij ons gebeurt is min, min, min. Ik zie daar wel een heel groot... Ik ben heel positief ingesteld, maar ik zie daar wel toch een gevaar ontstaan. Kijk, de Glory PC is weg. Hier op de nieuwe zandgrond of op de nieuwe teeltgebieden, vooral de zand, is onkruid gewoon een groot probleem. Hoe staan jullie daar als... Want volgens mij hebben jullie ook een overkoepelende organisatie met uien, verwerkers, inpakkers, noem maar op. Hoe is jullie lobby daarin? Of kunnen jullie daar nog je eigen harder voor inzetten? Of hoe kijken jullie daar tegenaan? Daar zetten we zwaar op in. Dus echt als brancheorganisatie, daar is echt een focusteam volop mee bezig. Maar waar we mee te maken hebben, is dat je natuurlijk ook lid bent van de Europese Unie. En de ambities van Nederland liggen anders dan de ambities van Engeland of Duitsland. Die telen natuurlijk voor nationale markt. En wij willen echt voor de export en dat jaar rond. Dus wij willen graag andere producten zien. En we merken dat we toch druk ondervinden. En dat veel landen ook wel negatief naar ons kijken. Omdat wij zo'n exportgedreven land zijn. Dus het is een hele moeilijke discussie. Kijk maar bijvoorbeeld natuurlijk ook met de MH. Hè, dat eigenlijk met een sisser afgelopen is. Maar dat zou voor onze sector desastreus kunnen zijn. En de komende jaren wordt dat nog steeds meer echt wel een uitdaging in de teelt. Ja. Zie je daar ook dat de wensen van klanten anders worden? Van individuele klanten?
Bijvoorbeeld in de retail, die eigen regels daarin? Dat zie je. Nou is natuurlijk plan- en proefmilieukeur het beste voorbeeld, denk ik. En je ziet al de ontwikkeling van bepaalde eigen keurmerken of eigen kwaliteitsnormen. Maar nogmaals, kijk, retail is ook maar is een relatief beperkt stukje afzet van Nederlandse ui. Ja. Dat is eigenlijk minimaal volume. Het is meer natuurlijk de export en de bulk wat natuurlijk de kar moet trekken. Ja. We hebben nog een laatste vraag voor jou van een kijker. Wat vinden wij het leukst aan exporteur te zijn? Aan exporteur te zijn? Nou, verpakker en exporteur, want het leukste is dat je alles voorbij ziet komen. Het mooiste aan mijn vak, althans, vind ik ook echt om dat je tussen teler en eindconsument staat. Dus je bent echt, nou ja, kijk, zoals met Martijn hebben we vaak ook contact met de telers. En je hoort echt letterlijk wat er zich afspeelt, ook daarin mee te kunnen denken. Ook een stukje lering en een stukje kennis wat je opdoet om dat over te dragen. Terwijl je 's middags met bijvoorbeeld het management van een Jumbo of van een retailer zit. Na te denken over verpakkingen en certificeringen en nieuwe producten. En dat niet alleen in Nederland, maar dat dan ook nog eens wereldwijd. Ja, dat is natuurlijk dat is fantastisch. Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Ja. Zo, dames en heren, met deze laatste vraag zijn we ook toegekomen aan het einde van de eerste Uien Talkshow, georganiseerd door Hazera. Ik wil grote dank uitspreken aan mijn gasten van deze middag. Cheyenne Wiskerke van Wiskerke Onions, Reinoud de Heer en Martijn Dirks. En namens ondergetekende wens ik u nog een hele prettige dag. En voor het aanstaande uienseizoen heel veel succes en een goed seizoen toegewenst. Ik dank u voor het kijken.